Welkom bij Allemaal Almelo. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. In de week van 4 en 5 mei besteden we aandacht aan de Canadese veteranen en de familieleden van veteranen die op bezoek zijn in Almelo. En ook de burgemeester van het Duitse Iserlohn kwam voor de herdenking naar Almelo. Wij zochten ze op. I landed in Normandy, second wave that came ashore. And then we come up along the coast into Belgium. And then up in the Holland. And in 1944, anyway, we had Christmas dinner in Nijmegen. And I was one of the liberators of Nijmegen. No, I'm not a veteran, but my father fought here in World War II in Italy and in Holland. And did you visit Holland before? Yes, I visited and camped here in Holland back in about 1978. But we visited Holland and enjoyed it, but we were never here during any remembrance ceremonies. So we're really glad to be here for this. So, and how is your stay in Holland now? Oh, it's been wonderful, just wonderful. Everybody has been so helpful to us. And I'm looking forward to the next few days. Ich bin seit 6 Jahren Bürgermeister in Iserlohn. Und war gleich im ersten Jahr 2010 hier. 2010 war natürlich auch die Situation, dass wir am 4. die Kranzniederlegung beim Dodengelenk gemacht haben. Und am 5. dann das Feuer, das Friedensfeuer auch angezündet haben. Und in den Jahren danach war ich dann immer am 4. hier. Und ich finde das ganz, ganz wunderbar, wenn ich hier in Almelo bin. Ich werde ganz freundlich begrüßt. Und ich denke, in der Erinnerung, der Bürgermeister hat heute hier gesagt, wer die Vergangenheit vergisst, ist blind für die Zukunft. Und deshalb finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass wir sind ja mit diesem Ende des Krieges auch befreit worden. Wir haben auch die Freiheit bekommen von dem Nazi-Regime. Und insofern ist das auch für uns ein Freudentag, dass wir den Frieden feiern können. Het voorjaar is er en het is een drukte van belang voor de bijen om de bloempjes op te zoeken. Maar bijenvolken worden steeds meer bedreigd door schadelijke chemicaliën. Ja, die neonicotinoïden zijn echt bestrijdingsmiddelen die de laatste jaren heel veel in het nieuws zijn. Het is een soort gewasbescherming, zeg maar, middel wat als laagje op zaden wordt aangebracht en echt op van alles. Ik heb gelezen op sla, op andijvie, op bloembollen. En het gemene daarvan is dat de dieren niet gelijk doodgaan, maar dat ze in feite die neonicotinoïden meenemen de kast in. En dat het een soort van zenuwenbanen aantast, waardoor bijen bijvoorbeeld op een gegeven moment, nog niet eens deze bijen, maar misschien de dochters daarvan, de kast uitvliegen en dan niet meer de kast terug kunnen vinden. Ik heb net gelezen, het nieuwste onderzoek heeft eigenlijk uitgewezen dat eigenlijk bijen niet eens zozeer heel erg de dupe ervan zijn. Maar kevers en vlinders en daarna ook weer de vogels die heel erg te lijden hebben van dit soort gif, landbouwgif. Ja. Al die insecten etende vogels, die hebben er vooral last van. Dus er zijn gewoon te weinig insecten om opgegeten te worden. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook zijn weerslag weer op de oogst eigenlijk van gewassen. Ja, waar we niet bij stilstaan is dat bijvoorbeeld bijenvolken economisch ook echt wel van belang zijn, omdat ze bestuiven. Dus zonder bijen geen appel en geen aardbei. En waarom dan per se die huisbij? Nou, we noemen de bij dan bloemvast. Dat wil zeggen, ze vliegen altijd. Dus zeg maar, als ze één keer op de appelboom gevlogen hebben, dan is het de bedoeling dat ze ook de hele dag door op die appel vliegen. Dus bloemvast. Een hommel is dat niet, die vliegt overal naartoe. Het bijenvolk van Karen de Jong staat gewoon in haar tuintje in een woonwijk in Almelo. Gelukkig zijn haar bijenvolken van een rustig soort die niet snel zullen steken.
Voor de zekerheid trokken we toch maar een imkerspak aan om alles van dichtbij te bekijken. Dit is een beroker waarmee je eigenlijk wat rook in de kast blaast. En bijen denken dan dat hun woonomgeving in de fik staat. En hun reactie daarop is om zich vol te zuigen met honing. En dan kunnen ze minder goed eigenlijk uit de voeten, minder goed steken. Ze zijn even iets rustiger, zeg maar. Het is echt niet fijn om in je gezicht gestoken te worden. Dat is toch hele gevoelige huid en dat ziet er ook niet uit trouwens. Is behoorlijk pijnlijk, hoewel je als imker wel op een gegeven moment minder last van bijsteken krijgt, hoor. Ja, sommige mensen zijn allergisch en als je dat bent, kan het echt gevaarlijk zijn. Van de bijen naar de stekjes. Voor de tweede keer organiseerde Groei en Bloei Almelo een lentefair in het Beekluspark. Er zit duidelijk groei in het aantal deelnemers en bezoekers. Ik ben Anne Nijs en ik ben voorzitter van Groei en Bloei, afdeling Almelo en omstreken. We hebben een hele brede afdeling, niet alleen in Almelo, maar ook in Wierde, in Vroomshoop, Vriezenveen, Langeveen tot helemaal aan de grens Manden. Een hele actieve vereniging, we organiseren van alles en we organiseren deze fair voor de tweede keer. Anderhalf jaar geleden bij de dieren van de kinderboerderij en dit keer dus in het Beekluspark. Ik vertegenwoordig de KNNV, dus de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. En wij zijn actief in het onderzoek in het veld rondom Almelo. Waaronder een onderzoek wat ik doe in de Doorbraak, een nieuw gegraven beek in Twente. En daar ben ik op zoek naar amfibieën, kikkers en salamanders in de poelen die daar speciaal voor gegraven zijn. Ja, ik heb allerlei waterdieren meegenomen, zoals mensen ze ook wel kennen vanaf de oude schoolplaten die hier achter u hangt, van Koekoek. En het is om te verwonderen van wat er allemaal in het water leeft en het een beetje zichtbaar te maken voor iedereen. Sta jij hier? Nou, ik sta hier met de kraam van Bijzonder Buitengewoon. En dat is samengesteld uit bij. En dat zijn bijen zonder chemie. Die moeten nog komen, maar dat is allemaal in aantocht. En buitengewoon, omdat ik het heel gewoon vind om buiten te werken en om groenten te kweken. Dus dat is de combi. En het is een pure hobby dingen, maar het is gewoon hartstikke leuk om hier op de lenteveer te staan daarmee. Het is allemaal zonder gifstoffen en zonder kunstmest. En als je dat biologisch wil noemen, ja. En alles buiten en op natuurlijke basis. Ja. Nou, wat ik heb is bijvoorbeeld palmkool. En ik heb cilinderbiet. En ik heb een reuzenradijs die echt zo groot wordt, zonder dat hij dan van binnen voos is. En wat heb ik nog meer? Ik heb quinoa en tatsoi. Maar ik heb ook hele gewone sla hier erbij. Het luchtballonseizoen is weer begonnen. Almelo heeft een paar startplaatsen voor ballonvaarten, zoals het grasveld aan de Rembrandtlaan. Bent u pas geleden met een ballon vanuit Almelo vertrokken of gaat dat binnenkort gebeuren en maakt u er een video van? Dan willen we die graag aan heel Almelo laten zien via Avisie. Neem dan contact op met info@awm.nl. Het stadhuis is al enkele weken in gebruik. In de serie rond de bouw en opening van het stadhuis kijken we in deze laatste aflevering naar de technische installaties in het gebouw. Wij staan hier in de technische ruimte van het nieuwe stadhuis in Almelo. En dit is de technische ruimte die is gerealiseerd binnen de parkeerlaag. In de eerste instantie was die bedoeld om die op het dak te plaatsen. Maar in een vrij laat stadium hebben we gekozen van hier is ruimte over. En qua service en onderhoud is het beter om dat op de tweede verdieping te doen dan op de 19e of 20e verdieping. En wat gebeurt hier allemaal? Hier zit de hele technische installatie. Dat gaat van noodstroomaggregaten tot luchtbehandeling, koeling, de aanvoer van de WKO-ruimte.
Wat is dat, WKO-ruimte? Ja, de WKO-ruimte die zit op de begane grond. Daar zit de warmte-koude opslag. Daar komt de voorverwarmde warmte uit de bodem. Die komt daar binnen en die wordt verder opgewarmd dan wel afgekoeld om gebruikt te worden voor de verwarming of koeling van het stadhuis. Ja, want centrale verwarming is hier niet, hè? Nee, we hebben er bewust voor gekozen om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Ja, want het heeft allemaal te maken met de BREEAM-certificaat. Ja, correct. Dit stadhuis heeft een BREEAM-excellent-score. En dat is de 1 na hoogste score die je kunt halen in zo'n proces. En daar zijn we eigenlijk wel heel trots op. Ja. Nou ja, behalve die CO2-uitstoot. Als je het nou vergelijkt met het oude stadhuis, hoe is het dan wat duurzaamheid betreft en wat klimaatbeheersing betreft? Nou, als je kijkt naar het oude stadhuis, dat is een betonnen casco met een aluminium vliesgevel eromheen, waar nog een enkel laags glasruit in zit. 'S Winters is het moeilijk warm te krijgen, gaat er heel veel warmte doorheen. En 's zomers is het niet te koelen. Er zit ook verder geen airco in op een bepaald aantal ruimtes, zoals de serverruimte na. En hier hebben wij eigenlijk alle ruimtes geklimatologiseerd. Dus de nodige warmte, CQ-code, kan per vertrek geregeld worden en is ook aanwezig. Heb ik ook gehoord dat je nou hier nog ramen open kunt zetten? Ja, er kunnen ramen open. Dat is eigenlijk meer voor het sick building syndrome. Zodat als mensen denken van ja, ik voel me niet zo heel lekker, ik kan toch nog even iets loszetten. Ja, want wat is dat, het sick building syndrome? Nou, dat mensen bang zijn dat ze de hele dag opgesloten zitten in een ruimte. Ja. En niet naar de buitenlucht kunnen. Nee. Want ja, door die ruiten kunnen ze natuurlijk niet, hè? Nee, ze kunnen alleen op een kiepstand. En dat is afdoende. Ja. Nou, de warmte- en koude voorziening gebeurt hier. Wat nog meer? De hele luchtbehandeling. Kijk, er is voor gekozen om te verwarmen in de basis met een betonkernactivering. Dus het beton wordt opgewarmd. En de enkele graden plus en min boven de basis gebeurt via lucht. En die lucht die wordt hier verwarmd dan wel gekoeld. Bouwkundig projectleider Joost Broekhuis over de installaties in het nieuwe stadhuis. Eind mei kunt u zelf gaan kijken. In en rond het stadhuis zijn er dan open dagen. Nog even terug naar de lentefair van afgelopen zondag in het Bedelerspark. Een lentefair met informatie over tuinen, stekjes, gereedschap, maar ook over de natuur. Amfibieën, kikkers, bijen en er was muziek. Ja.
Doe maar aan de, ja, bij die kleine bloempjes. Oh, wat goed. Ik heb het door in de kamer. Lukt het? Ja, ze glazen. Goed zo. Is er ook niet vallen? Goed zo. Jij kent het. Ja. Ja, maar je moet het even. Het was een gezellige drukte in het Beekluspark bij de Lentefair, die werd georganiseerd door Groei en Bloei, afdeling Almelo en Omstreken. Ten slotte nemen we u nog weer even mee op de fiets door Almelo. Deze keer de Vriezenveense weg. Tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan via onze website www.avisie.nl. Vanaf volgende week vrijdag is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan!